Stel je hebt een chronische aandoening en artsen kunnen je niet meer helpen. Wat doe je dan? In dat geval kunnen osteopaten je misschien wel verder helpen. Nou, ik ga naar het college Sutherland waar ze leerlingen opleiden voor dat beroep. En directeur Robert Muts gaat me wat meer vertellen over deze opleiding. Robert, wat is osteopathie precies? Osteopathie is een geneeskunde die gaat op zoek naar bewegingen, stoornissen van bewegingen in het hele lichaam. En waarom is osteopathie dan anders dan de reguliere geneeskunde? Kijk, reguliere geneeskunde doet uitstekend werk, vooral bij acute klachten, levensbedreigende aandoeningen, etc. Maar heb je chronische klachten, dan is daar lang niet altijd een antwoord op. Ja. Dan is het zaak om te kijken naar het totale lichaam en ook naar plekken waar de klacht zich niet voordoet. Bijvoorbeeld rugklachten. Ja. Dat kan uit de rug zelf komen, maar er kan wel een blokkade in je voet zitten, waardoor standen veranderen en je rugklachten krijgt. Oké, dat is duidelijk. En hier worden dus leerlingen opgeleid tot osteopaat. Klopt. Nou, op de opleiding leer je in theorie en in praktijk alle details, finesses, methoden en technieken om het vak goed te beheersen. Robert, zou ik eens kunnen kijken bij zo'n les? Natuurlijk. En wat doen veel mensen nou fout met betrekking tot hun lichaam? Fout, het is vaak onwetendheid. Weinig bewegen, dat weten we met z'n allen. Dat weten we eigenlijk allemaal. Maar ook heel veel mensen lopen eigenlijk door met kleine klachten, met chronische dingen. Ja, hoe langer het maar blijft, hoe erger het wordt. Ja, dan behoor ik denk ik tot die groep, want ik heb echt onwijs last van mijn onderrug. Okay. Nou, ik zit al op de behandelbank, dus kan je even kijken? Anders? Ja, maar natuurlijk. Ja? Oké, nou, hoe moet ik liggen? Zeg het maar. Eigenlijk, hoofd daar. Ja. Benen die kant op. Nou, dan gaan we eens kijken.